Goeiedag. Goeiedag. Hallo, we doen een onderzoek naar de gascrisis in Nederland. Gascrisis, oh. We zijn van de VPRO, we maken een reportage over de gascrisis. Onder Groningen ligt natuurlijk een behoorlijke gasbel. Ja, nee. Hoe kijkt Nederland er tegenaan? Moet die gasbel aangeboord worden of niet? Tuurlijk. Ja. Ja, als je helemaal geen gas meer hebt, dan zullen mensen toch wat moeten natuurlijk. Ja. En dan is Groningen een goede oplossing? Dan zou dat wel moeten, denk ik. Groningen is sowieso beter om dat weer te openen. Ja, wel te openen en die mensen goed compenseren. Maar er zijn heel veel Groningers die zeggen, ja, of we dan gecompenseerd worden of niet. Ik weet het niet meer. Ik begrijp het, maar dit zijn zo'n uitzonderlijke omstandigheden. Nou, normaal zou je zeggen, en natuurlijk hebben die mensen gelijk, helemaal. Maar in dit geval, denk ik, moet kunnen. Moeten de Groningers dan ook een beetje solidair zijn met de rest van Nederland? Ja, zeker. Zeker. Ja, dat is de enige manier om Nederland te helpen. Ja. Om die prijzen weer te laten zakken. Ja, nou, dat durf ik haast niet van ze te vragen. Maar ik hoop dat ze het begrijpen. Ja. Ja, dat wel. En dan is het voor die mensen toch maar pech dat zij toevallig net een gasbel onder hun huis hebben. Onder de provincie. Ja, dat is nou eenmaal zo. Ja, dat zit er nou eenmaal. Dus dan is het sorry Groningen. Sorry Groningen, maar jullie zijn de pineut. Zo fijn dat we die boor hebben met al die tegels. Nou, even kijken. Ik denk daar is het elektriciteitskast. Moet je even kijken of dat hier... Ja, maar dat loopt dus door. Nog er daarheen loopt, ja. Ja, dan zit je dit stuk. Dan zit je hier ergens. Ja, ja. Dan is het lastig dat hier dan die tegels zitten. Dus die tegels moeten er sowieso uit. Even kijken, volgens mij valt het ook wel mee met die muur. Nee, daar blijven we wel langs. Die stoelen moeten we even verplaatsen. Alles gaat er gebeuren. Die stoelen moeten een stukje verplaatst worden. We gaan hier een proefboringje doen, mevrouw. We zijn van Holland Gas BV. We gaan even kijken of hier een gasveldje onder de grond zit. Nee, ik weet het ook niet. Maar je moet een beetje solidair zijn, hè, met de rest van Nederland. Ja, ja, snap ik. Dus wij gaan een paar meter de grond in om mensen even te kijken. Maar hier wordt niet geboord in ieder geval. Hier wordt niet geboord. Nee. Nee. Dus als je gas ligt, ja, dan moet dat omhoog. Ja. Ja. Het kan zijn dan dus hier een... Je haalt die tegels er toch wel uit? Neem ik aan. Je gaat er niet op die tegels boren. Dus we gaan een stuk van die struik eraf knippen. Deze grote. Daar gaat een hap uit. Die gaat eruit. Die gaan we proberen of we die kunnen sparen. Waarschijnlijk gaat die er ook uit. En we moeten een deel van het pad moet een stukje omhoog gelicht worden. Nou, ik ben er niet van plan hier zo. Hier niet hoor. Dit is mijn grond dit. Ja. Ja, maar dit mag zomaar niet zomaar een proefboring doen. Wat? Nee, maar het wordt een proefboringetje. Nee, dus we gaan nu een metertje of twee. Nee, ik ben hier niet mee eens. Oké. Okay. Maar u wordt daarvoor voor gecompenseerd. Oh. Dus. Ik heb scheppen, moet je nog een riek ook hebben? Is dat makkelijk? Nee, met die scheppen kwam ik al een heel stuk. Maar waarom specifiek bij ons dan? Nee, we doen ook nog een stuk van de buren. Het is hier... En de buren weten dit ook al? Die weten het ook. Oh. Ik zie wel staan, u krijgt er ook wel compensatie voor. Nee, maar ik weet helemaal van niks. We weten van niks. Nee. Gaat toch zomaar niet boeien in onze tuin? We weten van niks. Nee, ja, nou ja, er zit hier wellicht een gasveld onder. Dus dat willen we even een beetje in kaart brengen. Nee, dat gaan we niet doen. Nee hoor. Nee, nou ja, oké. Dan gaan we wel naar Groningen. Kom jongens, we gaan naar Groningen. Pak maar in. We gaan het in Groningen wel proberen. Ja. Hè? En nu zeker met z'n allen gaan abonneren. Hè? Op zo'n kanaaltje van de publieke omtroep. Vet hypocriet.